kader van de nieuwe features binnen AutoCAD 2022 is het volgende onderwerp Share. Met Share is het mogelijk om op een eenvoudige wijze een tekening met iemand te delen. Dat kon eigenlijk altijd wel, alleen op deze manier is het een stuk eenvoudiger en veiliger geworden. Je ziet hier in je scherm een Share button. En als je daarop klikt, rechtstreeks vanuit AutoCAD, dan wordt daar een link aangemaakt. Een kopie als het ware. Er wordt een kopie aangemaakt op het web. Een kopie van je tekening. En hebt hier de keuze om degene die je de link stuurt te laten kijken, view only. Of ook de eigenschap meegeven dat je mag wijzigen en kopiëren. Nou, ik laat hem even hierop staan. Als je nou een preview doet, kijk, de link heb ik hier en die kan ik kopiëren. Die kan ik gewoon in een e-mail naar iemand toesturen. En als hij er dan op klikt, wat gebeurt er dit? Dus een preview. Dat is de cloud-omgeving als het ware. Ik zet hem even hier neer. Je ziet de stalconstructie wat geopend. En ik heb hier de mogelijkheid om naar mijn tekening te kijken, te printen, opmerkingen te maken, layers aan en uit te zetten. Dus ik heb hier eigenlijk volledige toegang tot mijn tekening. Ik kan met tekentools kan ik hier wijzigingen aanbrengen. Het is een kopie, hij is gedeeld. Ik kan nooit de echte tekening overschrijven. De link verdwijnt na 7 dagen automatisch weer. Dus dit was wat ik heb te zeggen over share and drawing. Heb je meer informatie nodig? Weet je ons te vinden. Dankjewel.